hier bijna dood. Het verschil tussen zeehonden en zeeleeuwen is de manier van voortbewegen. Zeehonden hobbelen namelijk op hun buik, terwijl zeeleeuwen gebruik maken van hun grote voorflippers. Hierdoor zijn zij een stuk behendiger op het land dan de zeehond. Dus kijk allemaal een keer goed, we gaan Mac, Uma en Tag gaan het even voortonen. Zij hobbelen op de buik. Het laatste verschil tussen zeehonden en zeeleeuwen is de manier van zwemmen. Honden zwemmen met hun achterflippers en sturen met de kleine voorflippers, terwijl zeeleeuwen zwemmen met hun grote voorflippers. Kijk een keer goed daar in het midden naar Uma. Die toont het een keertje voor. La dernière, lieve man. Antgelifok, Elisotani, Ela Manier, Nashir. We mag nog een heel groot applaus voor onze vrouwtjes. Een grand applaudissement pour les femelles. Wat dan? Nee. Alleen maar vis. Nee. Nou, jullie hebben helemaal gelijk. Zeehonden eten alleen maar vis. Hier in het Boudewijnsepark zijn verschillende soorten vis, zoals haring, makreel, wijnvis, sprot en soms zelfs een beetje eendvis. Een volwassen zeehond eet ongeveer 2 à 4 kilogram vis per dag. In de winter kan dit wel oplopen tot het dubbele, namelijk 8 kilogram vis per dag. Pepper, Casey en Nuno gaan jullie de basisprincipe van training uitleggen. Hoe werkt dat nu precies? Nou, zodra de zeehond vis begint te eten, leren we hen om onze hand aan te raken. Wanneer de zeehond onze hand aanraakt, plaatst hij beneden op het fluitje en op die manier weet de zeehond, ik heb het goed gedaan en ik krijg een beloning. Nu, de primaire beloning voor de dieren is vis. Maar we kunnen de dieren ook op een andere manier belonen, namelijk met een balletje. Een ijsblokje, maar jullie kunnen de dieren ook belonen. Laat een keer horen hoe jullie de dieren kunnen belonen. Voilà, heel goed. Nu, op deze manier kunnen we dus een sprong aanbieden. Na veel herhalen kan de zeehond een sprong zonder taal. Nu, we gaan hem daarvoor allemaal even samen. Dus zet je handen maar op elkaar. We gaan hem allemaal elkaar zien. Wat is er? En kijk goed, in het midden wat er was. Ik heb nog een grote applaus. Hallo! Dit is de eerste keer dat we 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 de
Thank you.
Ziet dan weer er niet te zorgen zijn. Ja, dat gaat wel nog hoog is, hè. Moet dat zijn een plopsalo. Getrekt aan de touw en gehad omhoog. Ja, en laat je touw los, dan zak je. Oké, wow! Dan wacht je tot je beneden zit, dan duw je op het knopje. Op deze knop hier, ja. En wat gebeurt er dan? Dan kunnen wij uitstappen. Oké. Voilà, wij gaan lekker uitstappen. Ja, ik ga nu overheid filmen. Zazu en Babish. Groot nieuws, voorbije dagen zijn er 2 baby zeeleeuwtjes geboren. Hier hebben we een kleine foto van. Laat ons samen dansen, dan roepen daar. En niet als je zegt, ze gaan dansen. Dan op de zeeleeuwen, dan vallen in het water. Laat ons samen dansen, dan roepen daar. Oh, it's so nice!
lieve vrienden. Ik ben de kapitein. En daar staan mijn matrozen. Ze hebben een schatkist gevonden. Bonjour, les amis. Je suis le capitaine. Et voici mes marins. Ils ont trouvé un trésor. Helaas is de schatkist op slot. Om hem te openen hebben we 3 sleutels nodig. De sleutels kunnen we vinden met behulp van deze kaart. Matrozen, matrozen, zijn jullie er klaar voor? Les marins, êtes-vous prêts? Jongens en meisjes, willen jullie ons helpen? Voulez-vous nous aider? Ik hoor jullie niet. Veel succes!
sleutels zijn gevonden. Graag een applausje voor de matrozen en jezelf. Het is even ongerust over de economische aspecten. Wij danken jullie voor je enthousiasme en wensen jullie nog een fijne dag in het Boudewijn Sea Park. Merci pour votre enthousiasme et nous vous souhaitons une très bonne journée au Boudewijn Sea Park. Tot ziens! À bientôt!